En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Dat hebben de kinderen ons ook laten zien. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vrezen. Als je het bovennatuurlijke ontmoet, is het vaak een angstige reactie, want die autoriteit die je ontmoet, die wil graag koning worden in jouw leven. Die wil graag zijn heerschappij vestigen in jou. En dat brengt vaak heel veel angst. Hè? We willen niet buigen voor de koning Jezus. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Ik denk dat wij allemaal vanmorgen mensen van welbehagen zijn en dat wij die vrede op aarde mogen ervaren. Laat het vrede worden in uw huis, vrede in uw gezin, maar het begint natuurlijk met vrede in uw hart. Want we willen vaak vrede om ons heen, maar er is zoveel onvrede van binnen. En dan wat je bent, wat je hebt van binnen, dat straal je uit. En God wil dat die vrede bij jou gaat beginnen, dat jouw hart gaat komen. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. Etienne, kun je het ietsje meer treble geven voor mij? En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de Heer herders keerde terug, God lovende en prijzende, om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. En dan gaan we ook even naar Matteüs Evangelie. Onze zangeres is gekomen, maar nu moet je even wachten, zusje. Want we gaan nu met het woord door. Matteüs 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij in zins van stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide, Jozef, zoon van Maria, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is er die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied op wat vervuld zou worden, hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heren hem bevolen had
En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. En dan in hoofdstuk 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij. Hij werd heel bang. En geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk vergaderen. En trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea. Want al dus staat geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geen zins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Oké, ik ga het even hierbij laten, de schriftlezing. Ons thema vanmorgen is: ontmoeten wij Jezus vandaag? Wordt het werkelijk kerst in ons hart? En aan de hand van deze geschiedenis zien wij dat er vele mensen zich opmaakten om het kerstgebeuren. We hebben gezien de herders, we hebben gehoord over de wijzen die naar Jeruzalem komen. We hebben gehoord van Herodes, we hebben gehoord van de priesters. Allerlei mensen die zich om dit feest van Jezus heen bevinden. Maar we zien ook dat de meeste van deze mensen misten dat geweldige wat aan het plaatsvinden was. Zij misten dat de koning geboren werd. En eigenlijk de enige die werkelijk Jezus ontmoeten, zijn de herders. Juist de allerminste, de mensen die dus eigenlijk veracht waren. Het herdersberoep was een beetje veracht. En zij waren de enige die tijd hadden die avond. Ze waren in den velden en ze hoorden die engelen. God die komt naar het allerlaagste. En natuurlijk, Jezus zelf is het lam van God. En het is ook gepast dat de herders die lammeren eigenlijk begeleiden en voeden en hoeden, dat bij hun die boodschap komt. Maar weet je, in dit verhaal vinden wij verschillende redenen waarom mensen Jezus misten. We weten, Jezus komt, of Maria komt met Jozef in Bethlehem aan. En wat staat er? Er was geen plaats voor hen in de herberg. Misschien is dat wat jou over jouw leven kunt schrijven. Er is geen plaats voor Jezus in mijn gedachten, in mijn programma, in mijn plannen, in mijn tijd. Ik vind het allemaal prachtig om naar de kerk te komen, maar er is geen tijd werkelijk om Jezus te ontmoeten. Maria en Jozef, die hoogzwanger, en ze komen daar en er is geen plaats in de herberg. Waarom? Het was een drukte van je welzijn. Iedereen liet zich inschrijven. En deze herder, of deze waard van de herberg, hij was zo druk met allerlei dingen. En hij had allerlei mensen in alle kamers. En er was geen plaats voor Jezus. Weet je, een van de dingen waarom wij eigenlijk kerst niet werkelijk kunnen vieren, is door de drukte. Ik vind het zo erg als je op straat rijdt. Dat vind ik in december altijd. De straten zijn vol, de supermarkten zijn vol, de winkels zijn vol. Iedereen is druk met alles wat om kerst is. En zo weinig mensen die komen werkelijk tot bezinning om Jezus te ontmoeten in de kerst. Ik weet niet hoe het met u is. Bent u misschien ook zo druk geweest, u moest uw huis verven, u moest daar jakken kopen en ham en allerlei dingen. Allerlei dingen waar u zo druk mee bezig bent geweest. Uw huis moest, uw tuin moest schoongemaakt worden. En allerlei dingen bent u bezig. En eindelijk beseft u vanmorgen: wauw, ik heb bijna het kerstfeest gemist. Ik heb bijna de essentie kwijtgeraakt. Ik ben nog bijna klaar. Alles is bijna klaar. De kerstboom is gekocht. En alle dingen zijn mooi in ons huis. Maar ik heb nog geen tijd gehad om werkelijk te bezinnen en om werkelijk kerst te vieren. Koning Jezus in mijn hart binnen te laten komen en een lied in mijn hart opnieuw te laten ontvlammen voor Jezus. En dat is de reden waarom we hier zijn vanmorgen. Dat u
tijd neemt. Weet je, het grote probleem wat we hebben, we zijn zo druk met allerlei dingen. En allerlei dingen worden belangrijk. En we weten wel, hè, het urgente, hè, of de urgente dingen, die nemen de plek van de belangrijke dingen. En we zijn met alles bezig en op onze telefoon en we moeten alle mails moeten we lezen en alle apps moeten we beantwoorden. Elke keer als je eindelijk een beetje in de rust wil komen, tuut, even toch even kijken, hè, van wat heeft die zuster gereageerd en wat komt er binnen op mijn telefoon. En we zijn zo druk met allerlei dingen om kerst heen. En God die zegt, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en hij gaat tijd nemen voor mij, dan wil ik binnenkomen bij hem. Ik wil maaltijd met hem houden. Mensen, gaan wij vandaag kerst vieren? Gaan wij vandaag zeggen, Heer, ik ga het belangrijkste, weet je, als je werkelijk beseft wie Jezus is. Als je beseft dat hij de koning der koningen is, die zijn heerlijkheid verlaten heeft om mens te worden, om naast je te komen staan, om je te verlossen van je zonde, om je een nieuw mens te maken, om je eeuwig leven te geven. Mensen, als je gaat beseffen dat God zelf vlees is geworden en bij je komt omdat hij naar je verlangt, omdat hij je wil redden, dan denk ik dat je heel beschaamd gaat staan en zeggen, Heer, wilt u me vergeven dat ik zo druk ben geweest met van alles. En dat ik eigenlijk geen tijd heb gemaakt om mijn hart voor te bereiden voor de geboorte van de koning. Dit jaar bid ik dat het werkelijk feest gaat worden in je hart. Dat de Heer werkelijk tot zijn doel gaat komen. Dat je die geboorte van de Heer gaat ervaren. Dat de koning is geboren in je hart. En dat hij de duisternis heeft verdreven. En dat zijn vrede in je hart is gevestigd. Mensen missen Jezus door hun drukte. En ik weet niet hoe het met u is. U vaak denkt dat geld verdienen is belangrijk. En allerlei dingen zijn belangrijk. Maar het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om jouw relatie met God. En als je dat ontmoet deze kerst, dan heb je een geweldig kerst. Weet je, deze man, deze waard, die mist natuurlijk een heel geweldige kans. Hè? Stel je voor dat hij ruimte had gemaakt voor Jezus. Dan was zijn naam tot vandaag over de hele wereld bekend geweest. Hij heeft de belangrijkste gelegenheid heeft hij gemist. Hij had kunnen zeggen, 2000 jaar daarna, in mijn herberg is Jezus geboren. Mensen, wat een PR. Hè? Wat een geweldige stunt was het geweest. Maar omdat hij zo druk was, miste hij het allerbelangrijkste. En ik zal u één ding zeggen, ik hoop niet dat u over 2000 jaar of over 10.000 jaar in de eeuwigheid zegt van, wow, I missed it. Jesus came to my house. He came to my heart. And I didn't have time to give him time to be born in my life. Wat zou het erg zijn als je dat gemist had. Hè? De komst van Jezus in jouw leven. Dat het nooit kerst is geweest in jouw leven. Want je hebt geen tijd genomen om te zeggen, Jezus wordt geboren in mijn hart. Niet alleen maar door de drukte kun je Jezus verliezen, maar ook door routine. Hè? In het Engels zeggen we, familiarity breeds contempt. Als je te veel met iemand omgaat, verliest hij respect voor je. Vandaar dat ik altijd zeg, ik ben apostel Kennetijm and don't come too close to me. Of bishop, is ook een leuke titel. Maar weet je, als je te familiair wordt met iets, dan kan het zijn glans gaan verliezen. En zo is het ook vaak met dit, als je kijkt in het verhaal wat we gelezen hebben. Al deze, de wijzen komen in Jeruzalem en ze zoeken naar de koning. Ze zoeken naar de geboorte. Ze hadden heel wat anders verwacht. Ze hadden verwacht dat de hele Jeruzalem in feeststemming zou zijn. Pelgrims kwamen van over de hele wereld om de koning te aanbidden. Ze hebben die ster gezien en ze dachten, de hele wereld. En ze komen naar Jeruzalem
en het is gewoon business as usual. Er is niets aan de hand. Niemand is opgewonden. Niemand weet zelf dat de koning geboren is. Afschuwelijk, hè? Niemand wist het. Ze kenden allemaal het verhaal. Want als Herodes de wijze laat komen, of de schriftgeleerde laat komen, en hij zegt, waar wordt de Messias geboren? Dan kunnen ze het precies zeggen. Ze zeggen, hij zal geboren worden in Bethlehem. Want er staat geschreven in het boek Micha, gij Bethlehem zijt geen sinds de kleinste onder de steden van Jeruzalem of van Israël, want uit u zal een leidsman geboren worden. Ze wisten het allemaal. Ze waren zo vertrouwd met de schriften, dat ze de persoon van de schriften misten. Weet je, je kunt de Bijbel lezen en het wordt gewoon een dode letter. Maar je kunt ook de Bijbel lezen en troost ontvangen. En gemeenschap met God. En blijdschap. En genezing. En vernieuwing. En een geweldige enthousiasme. Het is maar wat voor ogen je hebt. We zijn vaak ziende blind. Dat is erg, hè? Dat wij ziende blind zijn. Wij zien allerlei dingen, maar we zien ze niet meer. We zijn zo vertrouwd geraakt met het kerstverhaal, dat we ons niet meer verbazen over die geweldige liefde van God. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld om voor ons te sterven en om onze zonde weg te nemen. Ben je nog steeds verrukt over het kerstverhaal? Kun je nog steeds feest vieren? Of ben je gewoon een routinemens geworden? Het is allemaal gewoon. Elk jaar komt het woord. Het weer kerst en voor je weet is het weer 25 december en het is allemaal routine. Of kun je zeggen, Heer, laat het weer levend worden in mijn hart vandaag. Laat het weer levend worden, Heer. Laat uw Heilige Geest het weer rema maken van de Logos. Laat ik weer enthousiast kunnen worden. Laat ik weer waarheden gaan zien in het lezen van de schrift die mijn hart weer gaan verwarmen. Weet je, dat is zo geweldig. En God wil dat je hart weer warm gaat worden. Dat je komt in aanbidding. Dat je zegt, oh Heer, dit jaar wordt het kerst. Grote vreugde in mijn hart, want de koning is geboren. Dat is kerstfeest. Zeg, Heer, open the eyes of my heart, Lord. I want to see Jesus. Open mijn ogen, Heer. Dat ik weer geestelijk kan zien. Dat ik in de Bijbel weer dingen kan ontdekken. Dat als ik de Bijbel lees, dat er weer waarheden uitspringen en mijn hart verwarmen. Dat is wat mensen, dat is wat God wil. En dat is wat God wil voor deze kerst. Dat wij door die routine heen breken en tijd nemen. Weet je, we zijn zo druk, hè? Velen van ons zijn zo druk, te druk om te genieten. Als je te druk bent, als je zo druk bent dat je geen tijd voor God meer hebt, ben je te druk. Ik heb dat aan iemand gestuurd. Ik zag dat citaat. Als je te druk bent voor God, dan ben je te druk. En ik stuurde dat citaat naar iemand en ik dacht bij mezelf, ik hoop niet dat die persoon aanstoot neemt, want weet je, mensen houden niet van de waarheid, hè? We zijn altijd bang voor confrontatie, maar soms moet je iemand even schokken. Soms moet je iemand even schokken van, hey, luister mensen, je bent te druk. Je bent te druk. Je leeft in een roes en je staat geen moment stil om te genieten van alle kleine dingen. Om werkelijk feest te vieren met Jezus. Je bent zo in die routine dat je het niet meer ziet. Je ziet die schoonheid niet van dit kerstverhaal. En er zijn zoveel mensen, die hebben zoveel discussies. Is kerst wel voor vandaag? En wanneer werd Jezus geboren? Ik kan u één ding leren. Jezus is geboren 24 december om 12 uur 's nachts. Niemand weet het. Maar hij is geboren. Amen. Dat is de belangrijkste. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was en is God. En het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van de enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Halleluja. Mensen, word je weer enthousiast. Dat Jezus is geboren. Zijn naam is Immanuel, God met ons. Je bent nooit meer alleen. God is bij ons gekomen. Hij is in ons komen wonen. Wij zijn zijn tempel geworden, mensen. Wat een genade, wat een feest. Laat het kerst worden, laat het feest worden. In onze huizen, in onze harten. Weet je, je kunt kerst ook missen omdat je bang bent.
Herodes, die miste het hele feest. Die miste Jezus helemaal. Waarom? Want Herodes was een getraumatiseerd persoon. Hij was heel bang. Hè? Hij doodde iedereen die maar een concurrent kon zijn voor hem. En Herodes die hoorde van de komst van de Messias. En één ding was er gelijk. Hij voelde zich bedreigd. En hij dacht gelijk, ik moet deze Jezus doden, want hij is een concurrent. Hij gaat mijn plaats innemen. En weet, hij was iemand die door Rome was aangesteld als koning. Hij was niet eens een echte Jood. Hij was een soort mengeling, een beetje Arabisch. En maar hij is daar als koning over de Joden. En hij is zo bang voor zijn positie. Weet je, angst, vrees kan ons vaak afhouden van Jezus. Want op het moment dat je Jezus ontmoet, is er altijd een autoriteitscrisis, een machtscrisis. Want hij zegt, ik moet jouw Heer zijn. Was het niet Nelson? Nelson die vocht tegen admiraal Nelson. Ik geloof die vocht tegen Cromwell. Zoiets is het verhaal in de geschiedenis. Anyhow, een van die admiraals die verloor en hij kwam aan boord van het schip van de Engelse. Ik denk, die man was, Nelson was die Engelse admiraal. Ik ben die Franse admiraal zijn naam vergeten. Maar die Franse admiraal komt aan boord bij admiraal Nelson. En hij was verslagen, zijn vloot was verslagen. En hij komt om natuurlijk vrede te sluiten. En hij steekt zijn hand uit. Van, ik geef me over. En weet je wat admiraal Nelson zei? First your sword. Dat zwaard moest hij eerst afleggen. En dan de handshake. Weet je, als wij Jezus ontmoeten, is de eerste reactie is vrees. Elke keer weer zien we het. Hè? Herodes was ontsteld, want hij voelde zich bedreigd. Er was een andere koning. En weet je, die strijd hebben we allemaal. Dat was mijn grote strijd toen ik tot bekering kwam. Dat ik was kennetime, ik was jeugdkampioen tennis, ik deed aan atletiek, ik rende hard, ik deed bodybuilding, niet meer veel van te zien. I was a strong man. En ik voelde me geweldig. En plotseling hoorde ik, je moet capituleren. Je moet je zwaard afgeven. Jezus wil Heer van je leven worden. En dat bracht een geweldige strijd in mijn hart. Want ik wilde helemaal geen christen worden. Ik wilde leven voor de wereld. En Gods geest moest me helemaal klein krijgen. Helemaal verbreken. Had ik inderdaad kon zeggen, Jezus, niet langer ik. Maar u bent de koning van mijn hart. I surrender my life to you. Weet je, we hebben altijd die confrontatie. En die confrontatie is vrees. Als die engel bij Maria komt en zegt, Maria, je zult zwanger worden. En je zult een zoon baren. En dan is de eerste reactie vrees. En die engel zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Weet je waarom ze zo bang was? Want God vroeg iets heel intiems. God vroeg van haar, laat mijn zoon in jouw leven geboren worden. En God vraagt het ook van ons. Wees niet bang, mensen. Wees niet bang toch. Wees niet bang. Laat Jezus geboren worden in je hart. Laat jouw lichaam een tempel worden van de Heilige Geest. Laat de Heer controle nemen van je. Want het lijkt allemaal moeilijk. Maar als je kijkt bij de herders. Hè, de herders hetzelfde. Hè, die engel verschijnt en het is geweldig feest. En zij vreesden met grote vrezen. En wat zegt die engel? Wees niet bevreesd. Want u is heden de heiland geboren. En ik wil het even lezen, want het is zo mooi. Hè? Het is zo mooi en ik wil het niet verkeerd citeren. Maar dat. Kijk, ze waren heel bang, maar wat zegt die engel? U is heden. Wees niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap. Die heel het volk zal ten deel vallen. Dat verzocht ik.
He, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Je moet niet bang zijn als je plotseling wordt geconfronteerd met het bovennatuurlijke. Die alles van je vraagt. Want ik verkondig u grote blijdschap. Weet je, we denken vaak als we Jezus binnenlaten in ons hart. Als we hem tot koning kronen. Dan raken we alles kwijt. Het is ook wel een beetje waar. Maar je krijgt er veel meer voor terug. Hij zei, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Met andere woorden, wij denken, God wil ons plezier stelen. Ah, als ik de Heer heb aangenomen, dan mag ik niet meer naar allerlei wereldse feestjes. En ik kan niet meer een beetje marihuana. Ja, CBD oil is oké, denk ik. Maar geen marihuana, wel medicinale. Maar anyhow, weet je, we hebben allerlei dingen en ik mag niet meer roken. We denken dat het allemaal wetjes zijn. God geeft geen wetjes, mensen. God geeft blijdschap. God geeft je een nieuw hart. Een nieuw hart wat verlangt om hem te behagen. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Jezus zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Mensen, God is niet een zuinige God die alles van je af wil pakken. Maar hij komt om te geven. Amen. Hij komt om je te geven, om je veel rijker te maken. Wees niet bang voor de prijs die je moet betalen. Ik weet dat velen van ons nooit kerst vieren, nooit ervaring hebben. Want we zijn zo bang om de teugels van ons leven in handen van God te geven. Stel je voor dat God van me vraagt dat ik het in orde ga maken met die vijand van mij. Stel je voor dat God mij gaat zenden naar Cuba als zendeling of naar Siberië. Was vroeger mijn grote angst. Ja, Siberië. Sint Vincent vond ik nog heerlijk, of Curaçao, maar Siberië. Ik vind het altijd zo grappig dat vele mensen krijgen een roeping voor Curaçao, maar heel weinig voor Siberië. En ik denk dat als God werkelijk spreekt, dan zal hij zijn leger over de hele wereld verdelen. Maar ik denk dat de meeste mensen zijn klaar om te zeggen, ja heer, great, Curaçao. Maar Siberië, heer, ik heb u zeker verkeerd verstaan. Het laat de Siberië koud, heer. Anyhow, weet je, als God iets van je vraagt, is het altijd om je veel meer te geven. Je wordt veel rijker. Mensen, je wordt werkelijk multimiljonair. Als je Jezus neemt in je leven, laat het dit jaar feest worden. Feest in de huizen, feest in onze harten. Laat het werkelijk kerst zijn. Om te gaan zeggen, Heer, ik maak ruimte voor u. Weet je, als je ruimte voor Jezus gaat maken, moeten bepaalde dingen altijd weg. Want de herberg was vol. Hij had iemand eruit kunnen zetten en Jezus erin. En als jij Jezus in je wil hebben, zul je bepaalde dingen weg moeten doen. Joyce Meyer heeft een mooi boekje. Het heet zo, Simplify Your Life, zo'n soort titel. En dat vond ik mooi. Waarom? Want we zijn vaak, ons life is zo complicated. En hij zegt, you have to remove the clutter from your life. Er is zoveel clutter, zoveel dingen die ons bezighouden, zoveel onbelangrijke dingen die alles vullen. And you have to remove the clutter. Je moet plaats maken voor Jezus. Amen. Jezus gaat zich niet dringen tussen jouw rommel. Een plekje voor mij. Nee, hij is de koning. Amen. Hij klopt aan de deur en hij wacht dat je zegt, Heer, ik maak plek voor Jezus. Gaan we dat doen? Maak plek voor de Heer. En maak ruimte, schep ruimte. En hij gaat binnenkomen, mensen, met zijn liefde, met zijn blijdschap, met zijn evangelie. Hij maakt alle dingen nieuw. Je wordt een supermens, je wordt een koningskind. Amen. Geen ubermens, daar houden we niet zo erg veel van. Maar wel een supermens in die zin dat je werkelijk leeft. Dat je niet meer bestaat, maar dat je echt gaat leven. Omdat je een relatie hebt met God. Laat het kerst worden, mensen. Neem ruimte. Doe de verblinding van je ogen weg. Zeg, Heer, maak mij weer ziende. Dat ik weer enthousiast kan raken over dat kerstverhaal. En Heer, neem alle vrees uit mijn hart weg. Vrees om te capituleren voor Jezus. Om mijn zwaard over te geven. Want ik verkondig je grote blijdschap. Die heel het volk zal ten deel vallen. Dat is kerst, mensen. Gaan we dat vieren met elkaar? Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u dat wij zo kerst mogen vieren met elkaar. Heer, wat is het geweldig dat u vraagt om een eerste plaats in ons hart.
En dat wij met Maria mogen zeggen, mij geschiede naar uw woord. Zie uw dienstmaagd, zie uw dienstknecht. Heer, kom tot uw doel in mijn leven. Heer, we verlangen naar werkelijk kerst dit jaar. Help ons, Heer, dat het kerst niet weer als een roes voorbij gaat. We allemaal moe zijn na afloop, maar de essentie gemist hebben. Een ontmoeting met Jezus. De koning in zijn pracht en zijn majesteit aanbeden te hebben. Heer, dat wij als die wijze mannen, Heer, mogen kiezen om u te gaan zoeken. O, die mensen gingen heen en ze zochten Jezus. Als je hem zoekt, zul je hem vinden. Als je werkelijk verlangt naar een nieuwe aanraking. Als je je zondelast kwijt wil raken, dan wil ik u zeggen, de Bijbel zegt, dan zult gij mij zoeken en mij vinden. En die gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Als je tot Jezus komt met een hongerig hart, je zult er vinden dat je roept, Heer, openbaar u aan mij. Ik wil de kerstkind, het kerstkind wil ik vinden. O Jezus, hij wil zich aan je openbaren. Hij wil dat het kerst wordt in jouw hart. Hij wil dat je die warmte ervaart, dat het werkelijk feest gaat worden dit jaar. Christmas with a difference, people. Christmas with a difference for you. Because you made room in the inn of your life for Jesus. Maak plaats. Laat hem binnen. En ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap. Jezus, u bent zo wonderbaar. U bent zo liefdevol. We danken u voor deze morgen. We danken u voor kerst in onze harten. We danken u, Heer, dat u ons hebt gesproken en dat wij het feest mogen vieren. O, dat wij onze zondenlast kwijt zijn geraakt bij de voeten van het kruis. Dat wij gereinigd zijn door het bloed van het lam. En dat wij de koning mogen aanbidden met goud, wierook en mirre. Heer, dat wij u mogen prijzen en loven en aanbidden. Want die wijzen zochten naar de koning. En ze vonden het kind met zijn moeder. Niet het moeder met zijn kind, maar het kind eerst. Hij is belangrijk, het kind en zijn moeder. Moederschap is ook zo belangrijk. Moederschap is iets wat wij eren. Wij eren onze vrouwen, wij eren onze moeders. Kerst, God gebruikte een vrouw om zijn eigen zoon in deze wereld te brengen. Hij verhief het moederschap, hij verhief het vrouw zijn tot iets geweldigs. Ze mocht de koning baren. Ze mocht Jezus in deze wereld brengen. Maar zij kwamen en zij aanbaden. Zij zagen het kind. En toen zei moeder. O Jezus, het gaat om u. Het gaat om u alleen. U bent de koning. U bent de Heer. En wij aanbidden en wij prijzen u. Dank u voor deze morgen. Dank u voor uw zegen. En terwijl we een moment in gebed zijn. En ons bezinnen op het kerstverhaal. Ons bezinnen op de koning. Is er misschien bij u de realiteit die daagt van, hey, ik ben wel bezig met allerlei drukte, maar ik heb geen ruimte gemaakt voor Jezus. En ik wil hem vanmorgen ontvangen als mijn heiland. Ik wil dat hij geboren wordt in de stal van mijn hart. Ik wil dat als die herders, ik ga uit naar Bethlehem om de koning te zien, om hem te aanbidden. Ik wil als die wijzen zijn die naast ze gingen zoeken tot ze hem vonden. Mensen, mensen, mensen. Jezus roept u een halt toe vanmorgen en hij zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik wil je rust geven. Ik wil je halen uit dat gerush van elke dag. En ik wil dat je eindelijk tot rust komt bij mij. En opziet naar mij om vergeving, om liefde te ontvangen. Genezing uit mij te ontvangen. En echt te beginnen te leven. Je mag het nemen uit de handen van Jezus. Daarom is hij gekomen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te behouden hetgeen verloren is. Het zijn naam zal zijn Jezus, want hij is het die u redt van uw zonde. Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is ons antwoord, hij is ons alles. O zoete naam met uw verborgen schatten. O daar ruist langs de wolken een geweldige naam, een geweldig lied. Jezus, 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 hij is de koning, hij is geboren, hij is de verlosser, hij is de heelmeester.
Hij is onze weg naar de Vader. Oh, kom tot hem vanmorgen. Neem hem aan. Ontvang hem. Ontvang zijn liefde, zijn warmte vanmorgen. Zeg, Heer, laat het kerst worden in mijn hart. Vanmorgen. In de naam van Jezus. Amen.